Jacob, welke boom heeft Paché? Ja, Paché heeft twee soorten bomen. Je hebt de kunstboom Vaskiki en ik heb de PS-boom, Paché Zattelboom, is daar de afkorting van de PS. Ze doen allebei hetzelfde. Ze zijn verend en er zijn heel veel mensen niet mee bezig en ook helaas wat zadelpascollega's van jou niet mee bezig, is dat ze soms wel eens verzuimen om uit te leggen waarom moet je nou een verende boom hebben. Nou, het is eigenlijk heel simpel, die rug die beweegt, hè, die doet toderen, het paard wil hebben dat je er lekker onderdoor loopt. Ja, verschillende soorten bewegingen. Zo ja. Kijk maar naar een vries die vaak op deze manier kan bewegen of een draver die heel anders afzet zeg maar in de benen. Het heeft ook invloed op het lijf en daarmee ook op het zadel. Ja, en onze bomen die zijn verend. Hè? Die bewegen mooi mee. Dus dat is wel leuk om te zien. Dus je paard die krijgt heel weinig weerstand. Nou, dit is eigenlijk de boom die het oudste is. Hè? Die is uit heel veel laagjes opgebouwd. Ja. Onder andere leer met hout. Hè, daar hebben ze in al die jaren hebben ze de perfecte combi weten te vinden tussen een flexibele boom. Je moet wel weer een stijve boom hebben die de ruiten draagt. En dat is de kunststofboom, die is wat later gekomen. Die wordt ook gegoten in de mal. Die is ook verend, alleen deze is wat minder arbeidsintensief. Dus over het algemeen zijn de duurdere zadels, daar zit de PS-boom in. En in de goedkopere zadels, daar zit de kunststofboom in. Maar ze zijn allebei verend. Nou, er zijn mensen die voelen verschil, maar dan moet je echt op hoog niveau moet je rijden, wil je dat ook dat verschil voelen. En ook een heel bewegelijk paard hebben, die ook heel daarop reageert. Ja, en die heel graag juist wil dat de ruiter goed mee kan gaan met de beweging. Ik hoorde ook dat je zo'n 1200 handelingen, geloof ik, moet verrichten om die boom te kunnen maken. Ja, hier zitten meer dan 1200 handelingen in. Die wordt uit verschillende laagjes opgebouwd. Ja, dit is gewoon een hele arbeidsintensieve boom, maar wel een hele goede boom. Dit is eigenlijk de absolute top, maar die verdient ook een dikke voldoende, zeker ten opzichte van anderen. En wat goed is om te vertellen, is dat het kopijzer wat erin zit verwerkt is, bij allebei de bomen is hetzelfde. En die kun je ook in een PS, dan kan Kiki doen, die kan hem smaller en breder maken. Dus alle Paché zadels, als je paard groeit, breder wordt, of smaller wordt, breder wordt, het zadel kan meegroeien. Dus je hoeft eigenlijk niet daarom een ander zadel te kopen. Nee, dat is wel inderdaad een ontzettend voordeel. En ik wil nog één laatste ding toevoegen wat wel leuk is om te weten. De kunststofbomen hebben allemaal een zilveren beugelriemhaak. En de PS-boom, die is, ik zeg koper, zeg ik dat goed? Ja, koperkleurig in ieder geval. Ja, zo kun je het makkelijkste herkennen. Helemaal leuk om te weten.